Ja, Delano Burgzorg, gapend en wel. Ben je zo moe? Nee. Het was, laten we zeggen, een moeilijke wedstrijd. Er was veel rennen achter de bal. Heerenveen speelde het goed uit. Maar uiteindelijk hebben we toch 3 punten over de streep kunnen trekken. Ja, een aantal zeer belangrijke momenten waar jij bij betrokken bent. Laten we beginnen met de 1-0. Mm-hmm. Heb je het doel gehad dat de bal tegen je arm kwam? Als je eerlijk bent. Ja, tuurlijk. Ik zag het zelf ook. En ik voelde het zelf ook. Ja, vooral het shot achter de goal dat je hem volle bak opgeblazen ziet. Mm-hmm. Hier doe je alles zelf nog goed. Mm-hmm. Leg hem mee. Dan weet jij gelijk al. Ja, hier wist ik van, hij kwam op mijn hand. Maar ja, dan was dit een beetje kijken wat de VAR gaat doen. Maar uiteindelijk hebben ze het niet gezien. Probeer daar nog een coole houding aan te nemen van jongens, niks aan het handje. Of? Ja, je moet gewoon doen. Ja, maar bij een goal, ja, daar juich ik gewoon. En ja, was een lekkere goal. En ook wat er vooraf is gebeurd, dus was ook een beetje emotie. Dus. Vertel. Ja, ik kom vaak te laat. En ook nu ben ik ook te laat gekomen. Vandaag? Maar bij dit wil ik gewoon de team bedanken. En door deze goal wil ik ze gewoon bedanken en sorry te helpen. Dus dat wil ik zo doen met die goal. Maar je was te laat. Normaal gesproken staat er dan zo'n disciplinaire straf op. Waarom is dat vandaag dus niet gebeurd? Zelfvertrouwen. En met deze goal wil ik het team gewoon steunen, proberen te helpen. Maar de trainer heeft gezegd, even goed start je. Ja, want hij heeft me ook echt. Er komt sowieso een straf, maar dat moet ik gewoon meenemen. Ja. Dus oké. Okay. Je maakt dus hands. Mm-hmm. De goal telt. Hier staan 1-0 voor. Is dat niet wat Heracles ook in de kaart speelt op zo'n moment? Ja, tuurlijk. Dan krijg je meer zelfvertrouwen. Maar het was een moeilijke wedstrijd. En ze voetballen gewoon zo goed ertussendoor. En uiteindelijk ga je toch met 1-0 de rust in. En dan komt snel die 2-0. Dus dan voetbal je toch wel lekkerder. En dan komt die 2-1. En dan is het toch wel even billen knijpen. Ja, nog even naar die 1-0. Vraagt de scheidsrechter nog aan jou of je hem op de arm raakt? Nee. Totaal niet. Nee, ik geloof het niet. Hij heeft me niks gevraagd. Hij gaf me wel een compliment. Mooie goal dus. Ik zei hem gewoon bedankt. En dan hoop je gewoon dat de VAR niks gezien heeft. Ja, klopt. Zeker. Was je er bang voor? Ergens wel. Ja. Voor die goal mm-hmm. een vrije trap. Minuut 4. Jij speelt een breed. Mm-hmm. Die hebben we als goed is. Die kunnen we ook laten zien. Wat voor variant was dat? Hij zit ongetwijfeld nog in je herinnering. Ja. Ja, dit hebben we getraind. Maar ja, niet zo natuurlijk. Maar ik wil hem gewoon voor Rijs spelen. Maar ja, miscommunicatie. Levensgevaarlijk had het kunnen zijn. Zeker. Klopt. Gelukkig is het uiteindelijk niets geworden. Ja, en een andere variant. De aftrap bij de tweede helft. Jij bent er dan niet 1-op-1 bij betrokken. Maar ik wil toch weten wie er zo creatief origineel is om een aftrap op deze manier te nemen. En wat vind jij ervan? Ik denk dat het zo hoorde. Dit hoort zo? Ik denk dat het zo hoorde. Ja, ik denk dat het zo hoorde. We wilden eerst iets anders doen, maar blijkbaar hebben ze de keuze nog gemaakt. Nog origineler. Om toch iets anders te doen en dan gewoon de lange bal erover en vanuit daardoor voetballen. Maar dit ziet er toch een beetje grappig uit. Je begint zelf ook al te lachen. Nee, klopt. Gelukkig heb ik er niks mee te maken, maar de volgende keer gaat hij goed. Wie bedenkt dit soort dingen? Ik weet niet wat ze daar hebben besproken. Ik zal het ook nooit weten. Ik ga het zo misschien vragen, maar gelukkig is het goed uitgepakt. Tenminste. Al met al, een lekkere overwinning voor jullie. Wat vraag je voor de kerst? Een wekker? Ik heb al voor Sinterklaas een wekker gekregen. Maar die werkt niet? Nee, die werkt er niet. Dat is heel vervelend. Gelukkig spelen die komende week laat avonds. Dan word je ongetwijfeld op tijd wakker. Ja, daarom. Gaat goed komen. Dankjewel. Yes, zeker. Top.